prachtig genoten gisteren van u. Zeer goede conditie, maar die twee mannen waren toch weg, hè? Ja. Ik was een beetje... Ik had proberen te anticiperen, omdat ik wist, als aanvaller ga ik zeker niet mee zijn. Maar ze kwamen juist te vroeg bij mij. Dus, En vandaag ga je volledig voor de etappe-overwinning, want dat is toch wel haalbaar, hè? Deze aankomst voor u? Ik heb een keer gekeken naar de rit van vorig jaar. Als het exact hetzelfde verloopt als vorig jaar, dan ben ik er heel het spel. Dus, dan ben je twee minuten voorop. Ja, inderdaad. Laat ons kopen. En enige plannen verder voor het klassement nog, of is het te moeilijk geworden? Er kan zoveel gebeuren ook weer. Vorig jaar stond ik eigenlijk veel verder. En we hebben toen nog ons heel goed uit de slag getrokken. Maar nu, pas gewoon de eerste keer naar de muur, vol erop. En aan boven komen en kijken wat er mee is, dat weet niet. Op het trainingsparcours van u en van Avermaat. En twee boezemvrienden vandaag gaan er toch wel iets proberen. Hè? Ja, het is dat we er iets mee doen. Hè. En voor mij eerlijk gezegd, dat nu zesde blijf of elfde hoor. Ik ga er niet slechter of beter van slapen, gewoon liever alles riskeren. Alles geven, zegt hij. Succes, jongen. Merci.